Een hele goede morgen allemaal. Wat fijn dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog van mij. Een hele goede morgen. Het is vandaag kerstavond. En zo, hallootjes. Het is kerstavond vandaag. En ik dacht, ik ga jullie even meenemen. Gezellig met een vlogje. Nou, het is nu inmiddels is het al... Laat me even kijken hoe laat het is, want... Het is inmiddels 2 uur en de kerstman die staat te bungelen met alle mooie cadeaus. Honden liggen op de bank en ik ga jullie gewoon even meenemen vandaag. Ik ga jullie meenemen met mijn kerst. Hoe mijn kerst was. Dus dat is altijd wel heel erg gezellig. De zon schijnt lekker in mijn bakkes. Ik ga jullie even meenemen. Let's go. Dit is toch te cute, jongens. Hallootjes. Wolfje, neem de vlog over. Wolfje. Nou, vandaag ga ik vloggen. Ik ben de hondje van Jamie. Hallo. Ga maar lekker lopen mee. Doei. Inmiddels zijn we een paar uur later. Ik ben boven in mijn kamer. En kijk, wat een rotzooi. Nee, grapje. Het is geen rotzooi, maar... Ik heb van de week mijn hele kamer opgeruimd. En ik heb letterlijk net al mijn kerstcadeaus ingepakt. Die liggen nu beneden lekker onder de boom te chillen. Maar ik moet deze doos... Moet ik wel even opruimen, dus die gooi ik even op bed. Kijk trouwens, dit lampdingetje, als het donker is, laat ik het ook nog wel even aan jullie zien. Maar heel veel mensen zeggen dus dat dit TikTok licht is. Dus TikTok licht, hoe noem je dat? Nee, je ziet het vanavond wel. Nu geen zin meer om het te laten zien. Deurtje dicht. Maar ik heb dus van de week heel mijn kamer opgeruimd. En alles, look at charmant en zo. Heb ik eigenlijk een beetje mijn kamer opgeruimd. Het is eigenlijk best wel leeg, want dit stond helemaal vol. Ik ga even mijn kamer showen. Oké, zo ziet dus mijn kamer eruit. Bed. Maar goed, we draaien deze kant op. Er hangt bijna al mijn kleding. Grapje, want ik heb hier nog 2 hele leuke kasten. Die zit ook helemaal vol. Deze trui is van de H&M. Die heb ik dus nieuw. Echt superleuk met dat lekker pantertje. Deze is van de Most Wanted. Met de Don't Text My Ex. Lekker toepasselijk. Wat falsies hier. Gezellig. Nou ja, hier deze blauwe trui. Komt van een TikTok webshop af. Heel leuk. Lekker zacht ook. Deze trui is van Olaf. En dit pak heb ik dus gekocht bij de Bershka. Blazer stond geweldig. Broek pas ik niet. Dat laat ik zo meteen wel even zien wat ik eigenlijk aan ga doen. Of nee, dat laat ik morgen zien. Maar dit is zeg maar, ja, goed. Schoenen, dan kom je hier. Ja, pand, spiegel, room diffuser ding. Die heb ik van een vriend van mij gekregen. Mijn platenspeler met platen, kerstboompje. Dit is voor lichttherapie. Mijn tv, mijn bed met Suzanne Freek. Of course, I love it so much. Suzanne Freek, the shit. Bed, kastje en met allemaal dingetjes erin. En hier hebben we een stoel, een random stoel. Mijn koffer. Dit wordt nog allemaal gedaan, geverfd en zo. Want ik heb natuurlijk dit hele leuke behang. Dat hebben jullie ook nog niet gezien. Maar dit behang heb ik dus. Echt super top. Oké, en dit TikTok licht. TikTok licht. Ja, TikTok licht. Oké, inmiddels ben ik weer beneden. En Radio 10 heeft zeg maar een top 4000 ding. En er is één nummer wat echt... fucking lang duurt met veel geschreeuw. En dan. Ja, weet dat. Op welk nummer staat dit? Nou, heel hoog dus. Ik weet niet, maar wie luistert dit voor de grap? Het is gewoon. En ik zit gewoon hier te editen en ik hoor de hele tijd door mijn. Ja. Welk nummer? Hé, bijna afgelopen. Ik ben klaar met dit lied. Verschrikkelijk. En door. Inmiddels zijn we alweer een paar uur verder. Ik ben nu even een doorpas aan het doen voor wat ik morgen aan ga doen naar het kerstfeest van mijn familie. Dit is trouwens dat TikTok licht. Dus dan is zeg maar je hele kamer is eigenlijk rood. En je hebt ook nog verschillende standjes met dit apparaatje. Kijk. En dan druk je zeg maar op color. En dan gaat hij zeg maar andere kleuren geven. Maar dit vind ik dus wel heel leuk. Snap je wat ik bedoel met dat TikTok licht? Dit vind ik echt heel mooi. Maar goed, daar gaat dit shop niet over. Dit gaat namelijk over mijn outfit. Wat ik aan ga doen. Ik had het zeg maar al in een paar shots geleden. Dat ik zeg maar dat pak van de Bershka had. Nou, ik ga het even laten zien hoe strak die broek zit. Let op. Oké, nou, zoals op het eerste gezicht is de outfit wel heel leuk. Maar de blazer zit top. Kijk, lengte goed. Maar dan gebeurt dit. Als je hem zeg maar open doet. Nou jongens, ik mag gaan afvallen. Want dit setje is op zich wel heel leuk. Met witte schoenen eronder dan. Maar, en dan zie je ineens zeg maar dit. Dat je echt denkt, what happened?
with de buik. Nou, we moeten afvallen. Dat is zeg maar wel een goal in 2023. En ik moet zeg maar ook niet te gaan zitten, want anders hangt mijn halve buik eroverheen. Dus ik vind, nou, ik weet het niet. Maar besef, hè, dit is een maat 44. Het is de grootste maat die ze hadden bij de Bershka. Nou, sorry hoor, maar dit is echt geen 44. Oh, ik heb zeg maar, kijk, ik heb zeg maar dit knoopje niet eens dicht. Niet eens dicht en omdat het gewoon niet gaat. Maar echt, jezus, Jay. Kijk, dit. Oh, ik moet. Nou, ik doe het echt zo voordat de screenshots worden gemaakt. Maar op zich, de blazer vind ik leuk. Maar ik vind het de pasvorm vind ik ook nog niet echt. Dat je denkt, heel denderend. Maar goed, hè. Maar ik heb wel een goede kont in deze broek. Woep, woep, woep. En door. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag eerste kerstdag. Het is zondag. En eigenlijk zouden we morgen op tweede kerstdag pas de cadeautjes gaan doen. Maar we konden allemaal niet wachten. En mijn telefoon lag boven in de lader. Dus ik kon het ook helaas niet vloggen. Maar ik krijg jullie wel zien wat ik heb gekregen natuurlijk. We gaan zo meteen weg. We gaan naar de familie toe om daar eerste kerstdag te vieren. Maar ik laat jullie wel even nu mijn cadeautjes zien. Als eerste heb ik van mijn moeder en mijn stiefvader heb ik een giftcard gekregen van de H&M. Dus ik kan weer lekker shoppen. Like, woep woep woep. De tekst binnenin laat ik even voor mezelf. Hou ik even voor mezelf, want het is best wel persoonlijk. Dus die. En het volgende cadeautje is dit massagegun. En deze heb ik gekregen van mijn zusje. En ik wilde hem eigenlijk al best wel een tijdje bestellen. Maar elke keer dacht ik nee. En nu kreeg ik hem voor kerst van mijn zusje. Het is de Pressure Point Massager van het merk RBX. Live Life Active. Zo, hallootjes. Active. Dus ik ga hem lekker uitproberen. En dan gaan we kijken of het wel echt lekker is. Dus ja. Dan heb ik van mijn moeder ook nog twee pakketten gekregen van de Rituals. Dit is de doos. Maar ik had hem al opengemaakt, want hij ging echt stroef. In de geur, de Ritual of Karma. En dat is zeg maar, er zit een home parfum bij. Wacht, ik laat het gewoon zo zien. Er zit een home parfum bij, een scrub, een handcreme en een douche dingetje voor onder de douche. Super lekker. Dus dit zijn wel echt van die leuke cadeautjes die je dan kan geven. En dat is eigenlijk maar allemaal pakketjes. Dus wel vet leuk. Dan heb ik nog een pakketje gekregen van de Rituals. Namelijk deze. En dit is met lavendel. Dus we gaan even kijken of deze zeg maar wel. Oh, deze gaat makkelijker open. Oh my god. Oké, hier zit in ook zo'n douche gel. Een body cream, een scrub en geurstokjes. En dit is in de geur de Ritual of Jing. En echt super mooie verpakking. Ook lekker glad. Ook love it. En ik ga dit allemaal lekker in mijn kamer zetten. Dan heb ik ook nog twee dingetjes gekregen. Minis. De Savage Garden. En dit is een handwash en een handbalm. En deze heb ik nog niet gezien. En die zien er zeg maar zo uit. Lekker klein. Lekker schattig ook. Oh my god. Dit staat toch leuk in je badkamer, weet je wel. Weet je dan. Oh, echt leuk. Savage Garden. Savage Love. Sorry. Daar denk ik alleen aan als ik dat liedje hoor. Maar die. Superleuk. En als volgende heb ik de Ritual of Sakura. De Sensual. Zo, Sensational Foaming Shower Gel in de Rice Milk and Cherry Blossom. En dan als laatste, hier begonnen we allemaal mee. Dat is namelijk dit hele schattige poefje. En het matcht leuk bij mijn muur. Dus ik weet alleen nog niet waar ik deze neer ga zetten. Maar dat ga ik allemaal wel zien. Dit waren mijn cadeautjes wat ik heb gekregen van mijn ouders en mijn zusje. En bij mijn familie krijg ik natuurlijk ook nog wat leuke cadeautjes. Dus daar gaan we zo ook naar kijken. Oké, ik ben me aan het klaarmaken. Dit is wat ik draag. Ik draag dit colletje van H&M. Lekker strak. De broek is ook van H&M. Ik heb nog geen schoenen aan. Maar dat worden denk ik gewoon lekker mijn witte Nike's. Het regent buiten. Fucking erg. Maar hier gaat ook nog sieraden bij. Oh, ik zie nu dat ik dit eigenlijk had moeten doen. Ik ga denk ik even snel dit eraf halen. Of scheren. Ja, dat ga ik even doen. En dan is dit mijn outfitje. En dan ook nog met die blazer erbij. Helemaal leuk. Dus yes, let's go. Oké, en dan is dit de uiteindelijke look. Ik heb dit colletje aan, H&M. Kettingje, H&M. Deze blazer is natuurlijk van de Bershka. Met deze broek van H&M. Witte Nike's. Maar wat ik dus heb gedaan is, kijk, mijn zoon van deze kant, van deze, die zat nog vast. Dus die heb ik losgetrokken. En nu, dan valt het er gewoon mooi over
heen. En dit tasje is van de Bershka. Dus dit is mijn eerste kerstdag look. Woo, let's go! Nou, we hebben dus net de cadeautjes geopend. Hoe blij zijn we met de cadeautjes? Heel blij. Happy, ook heel blij. Kijk haar glitterjurkje. Oeh, sparkle. Woep, woep, woep. My girl come flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Lick your bumper, flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Y'all wind up on my body. Een hele goede morgen. Het is vandaag tweede kerstdag en mijn haar zit echt lelijk, maar goed. We hebben net het hele kerstontbijt brunch klaargezet. Kijk hoe lekker dit eruit ziet, jongens. Oh my god, en hoe gezellig ook. Het eten zit erin en ik ga dus nu naar boven. Ik ben nu onderweg naar boven. Oh my god, jongens, kijk hoe lekker weer het is. Ik ben nu onderweg naar boven, want ik ga namelijk beginnen aan mijn I am... back on YouTube video. Maar daarvoor moet ik me natuurlijk wel eerst klaarmaken. Want ik ga natuurlijk niet zo. Dus ik ga eerst even mijn bed opruimen. En dan ga ik de video filmen. Ik ga me dan ook klaarmaken en zo. Maar dan ga ik lekker de video filmen. Ik ben wel super zenuwachtig. Omdat dit de eerste video is die ik weer ga uploaden sinds 2 jaar. Dus ik ben wel een beetje gespannen. Maar gezonde spanning. Altijd top. Ik ga eerst mijn bed opmaken. En dan ga ik me klaarmaken. Let's go! Oepsie! Kijk, dit zat zeg maar waar de deken in moet. Zit zeg maar aan deze kant, maar die moet aan het eind. Oké, inmiddels heb ik me klaargemaakt. Dit is wat ik draag. De ketting is van H&M. Deze trui is van B&F Fashion. De broek is van The Review. En ik ga nu even mijn oogcrème en dagcrème opbrengen. Dus ja, let's go. Want er is... Ik ga stuk. Oké, ik ga beginnen met de vitamine D. Deze neem ik altijd. Vitamine D is altijd handig van Kruid op eigen merk. Ik gebruik eigenlijk nooit dagcrème. Of dagcreme. Maar nu gebruik ik deze dagcreme van Nimia. Van Nikki Tutorials. En die ga ik eventjes opdoen. Kijk, het is best wel een vloeibare substantie. Dus het vliegt er ook echt uit als het zo houdt. Dan breng ik het hier. Hup. Hup. Ik gebruik niet heel veel, want dit is eigenlijk al wel genoeg dagcreme. Ik vind het wel spannend hoor, jongens, om die video op te nemen, want ik heb nu al 2 video's opgenomen. Een Big Bang en dan deze vlog, maar ik weet niet. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het goed gaat komen, maar ik heb er ook wel zin om die video op te nemen en om te uploaden. Omdat het echt wel iets is wat ik leuk vind om te doen, maar mijn stem werkt echt niet mee. Zo, klink gezond, ben verkouden. Oké, voor onder de ogen gebruik ik van hetzelfde merk als de dagcreme van Nivea, de Eye Cooling Stick. En dat ziet er als zo uit. Oh, dan moet hij het wel doen. Tadaa. Die doe je onder de ogen. Tegen de wallen. En ik dab het dan altijd een beetje, zeg maar, of wrijf het een beetje erin. En dan ben ik eigenlijk klaar met mijn gezicht. Het ziet er niet uit op beeld, maar mijn gezicht is verzorgd. Top. Nou, ik ga nu de video opnemen en ik zie jullie zo. Oké, de video is opgenomen. Het was best wel een heftige video omdat je alles weer oprakelt. Maar goed, ik heb hem opgenomen. Het is een beetje een warrig verhaal. Net als ik. Ben ook lekker warrig. Maar goed, ik hoop dat jullie de video hebben begrepen. Oké, en zoals je kan zien heb ik mij omgekleed. Ik heb deze pantertrui nu aan. Van de H&M. Die vind ik echt super leuk. Ik ga nu lekker naar beneden. Even wat eten en drinken. En dan ga ik lekker. Oh, dit zonnetje is zo lekker. Oh, dit heb ik echt gemist. Maar goed. Wow, als ik hier ga staan. Ik moet gewoon zo balanceren. Woep, woep, woep. Niet vallen. Maar goed. Als ik dit weer zie, heb ik echt gewoon zin in de zomer. Nog 6 maanden, jongens, en dan is het weer zomervakantie. Yay. Maar ik zit ook te denken, over een paar dagen is het ook alweer 2023. Het gaat echt bizar snel. Oprecht, het gaat echt bizar snel. Want ik weet het gewoon niet. Ik weet ook gewoon niet wat ik, zeg maar, in 2023 allemaal ga brengen, zeg maar, mij. Ik ben er zo benieuwd naar. Maar het lijkt ook wel een keer leuk om naar zo'n waarzegster te gaan of zo.
om mijn hand te laten lezen. En dan niet dat ik dadelijk hoor van, ja, je gaat over 5 dagen dood. Maar goed, dat ik gewoon echt denk van, wat gaat de toekomst me brengen? Wat gaat de liefde brengen? Wat gaat dit brengen? Wat gaat alles brengen? Ik ben zo benieuwd. Dus let me know als je goede waarzegs herkent. En dan misschien kan ik het filmen voor jullie. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga lekker editen. Woe! Ik vind deze trui oprecht heel leuk. Lekker met dat kolletje, zo, die ketting. Ik heb hem wel zeg maar weer in de broek. Oh, je ziet het precies niet. Ik heb hem wel zeg maar een beetje in de broek gepropt. Nou ja, aan de achterkant kijk je hier zo. Gewoon een beetje gepoefd. Dan valt hij wat mooier. Nou, ik ga naar beneden. En ik neem jullie mee. We zijn inmiddels al een paar uur verder. En ik heb lekker al de vlog geëdit die jullie hebben gezien. En we zijn nu de voorbereidingen aan het doen. Omdat wij zo meteen gaan gourmetten. En ze staan in de keuken. Staan ze allemaal alles te doen. Maar ik ga het niet filmen. Ik ga ze even helpen. En even alles de tafel sierlijk maken. Dus let's go. Nou, zoals je kan zien, lig ik in bed. Ik heb lekker gegeten. We hebben lekker serie gekeken met de hele familie. Met het gezin eigenlijk. En oh mijn god, ik match echt leuk met mijn kussen. Ik ga stuk. Maar goed, ik sluit bij deze de kerstvlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan hieronder. En het is compleet gratis. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot de volgende video. Doei!